Het kinderhuis De Toekomst in het district Kroni heeft een donatie van president Chandrika Prasad Santokhi ontvangen. Het gaat om voeding voor een maand. Het staatshoofd bracht het afgelopen weekend een bezoek aan het Kokosdistrict. Tijdens zijn bezoek aan het kinderhuis is president Santokhi nagegaan hoe de situatie van de kinderen, maar ook van de werknemers, verbeterd kan worden. Het staatshoofd weet dat er in heel het land gezinnen zijn die dagelijks vechten om rond te komen. Als president van het land vindt hij het daarom belangrijk dat hij weet hoe deze mensen te helpen. Ik hoop namelijk bij de gasten wat we meegenomen hebben, dat de kinderen ook een leuke tijd hier kunnen hebben. En dat je ook in staat gesteld wordt om op die kosten een beetje te kunnen drukken. Ja, dus we hebben als regering beslist, namelijk kinderthuizen en andere tehuizen, die krijgen extra subsidie. Ik hoop dat je krijgt zo niet. Check het even dat het wel krijgt, dat is goedgekeurd door de regering. En de andere kant willen we je bedanken, alle moeders. Bedanken voor het werk wat jullie doen. Wat andere ouders zouden moeten doen, doen jullie het. Wat de staat zou moeten doen, doen jullie het. En dat doen jullie ook. Districtscommissaris Michael Winter, die de eerste overhandiging deed van de gesten, benadrukte dat het niet daarbij zal blijven. Ook de president gaf aan dat de donatie in de vorm van voeding niet de laatste is. Het staatshoofd zal nagaan hoe de noden op lang termijn verholpen kunnen worden. En we hebben ook moeder, we hebben ook mensen meegenomen van het kabinet, Masra Dijksel daarbij. En Moaxing, voor Lukunanga, de structuur, Abi, dat het niet alleen bij deze handeling blijft. Ja, laat inderdaad, zoals men zegt, de president is. Vader des vaderland, laat ook van het kabinet die vadersrol ook structureel vervuld worden. En dat mevrouw hier rechtstreeks in contact bent, via DC of rechtstreeks met de heer Dijksel, zodat we ook regelmatig ons ondersteuning kunnen geven. De leiding van het kinderhuis De Toekomst is dankbaar voor de donatie. Het kinderhuis De Toekomst herbergt 10 kinderen.